19 en 20 november kunnen jullie langskomen op Dutch Comic Con om heel eventjes aan mij persoonlijk te vragen, want dat het zo lang duurde voor eindelijk weer een aflevering uit de poepen van Mario Odyssey. Of komt gewoon gezellig langs om mooi te zeggen met wie eigenlijk een beetje te vieren. Ik sta bij René Kart. Toch? Het is gezellig. Hey! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Mario Odyssey. Ik weet het, voordat we in de comments gaan krijgen, eindelijk, bla bla bla, waarom duurde het zo lang en noem het maar op. In één woord, renovaties. Weet je wel, wat die Jochem Meijer altijd zegt, de Perman aan het verbouwen. Maar dat dan vele malen erger, vele malen extremer en vele malen annoyinger. En ik heb dat spel al een beetje langer niet meer gespeeld, dus ik ben een beetje roestig, dat dan weer wel. Dus ik ben hier zinloos muntjes aan het verzamelen, terwijl dat we manen moeten gaan verzamelen. Maar echt serieus, het is een... behoorlijke chaos hier geweest de afgelopen anderhalve maand. Dus sorry dat het zo lang duurde. Let's get that out of the way. Ik hoop dat iedereen het wel naar zijn zin heeft om weer naar deze video's te kijken. Want damn, wat hebben jullie me lastig gevallen voor nieuwe video's. Maar in ieder geval, hoi. In ieder geval, ik heb een nieuwe setup. Mocht het jullie iets boeien. Waardoor dat dit opnemen wat makkelijker gaat. Yay. En... nou, naar die rand... eerste maand van de aflevering. Yay. Nee jongens, maar in ieder geval, ik ben de serie niet vergeten en ik wil het zeker blijven opnemen. Dus maak je daar alsjeblieft geen zorgen over. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk om te doen. Het enige probleem is natuurlijk het opnemen, het editen. En het moet natuurlijk wel kunnen. Dus hou daar een beetje rekening mee. Goed. Nou, in ieder geval, waar waren we afgebleven? We waren in het Merenrijk en we moesten manen verzamelen. Want een paar evil konijnen die waren te vinden in... dit zwemparadijs, waardoor dat ik weer mijn zwempakje aan heb getrokken. En tot we dus weer gezellig... kijk uit naar Verstekels, dan maak ik zelf al uit. Ja, waardoor dat we dus hier gezellig langskomen. En gelijk word ik geraakt door de stekels. Kijk uit, Verstekels! Word ik gelijk geraakt door de stekels. Wat een verandering. Probeer je nou een chipmunk na te doen, maar ik weet het niet meer. Dankjewel, dat gaat wel niet meer. In ieder geval op onze Twitch, nou ja, daar is het op een knopje drukken, weet je wel. Je doet gewoon whatever shenanigans in je hoofd tevoorschijn komen eigenlijk met livestreams. Wat eigenlijk best wel grappig is, ik wil die luchtbubbel. Ik wil die luchtbubbel. Ik wil die luchtbubbel. Want volgens mij zit hier een secret moon to everybody. Nou, zoals altijd, we proberen zoveel mogelijk manen natuurlijk te verzamelen. De schat van de stekeltunnel. We proberen zoveel mogelijk manen te gaan halen. En voordat we hier weggaan, pakken we alle manen die natuurlijk mogelijk zijn. Heb ik maar Libos bij de hand? Ik heb maar Libos bij de hand. Goed zo. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling dat we hier gaan doen. En nee, het is niet meer wat op dit momentje van... oh jee, het is een waterlevel. Want op zich, gek genoeg, vind ik de waterlevels hier niet zo erg. Weet je wat het ergste is? Het open wereld idee. Ik had op livestreams, had ik... Elden Ring, dat ik dus een serie had. En die heb ik ook een paar geüpload op YouTube. Maar het probleem is, omdat het open wereld is en veel van hetzelfde is, was de lol er een beetje vanaf. Vissen kunnen mooi onder water ademhalen. Goh. Dankjewel, Cappy. Thanks. Oké, dan kunnen ze niet boven water. Dat is naar boven, dat is naar beneden. Daar zit een checkpoint, dat is leuk. Ik weet niet, nou dat we weer... ik ben nou op Twitch, hadden we dus een... ja, daar zijn we nou een beetje met retro games bezig. Weet je wel, classic. En daar had ik dus een paar games, had ik eigenlijk ertussen gedaan. En oh, een lol die we hadden. Wel. I'm taking a new one. Refunds. Weet je wel, omdat daar gewoon... een random maan in één keer voorbij is. De zwemt in één keer... dat wordt gewoon de titel. De random voorbij zwemmende maan. Was het trouwens niet zo tot hier je niet in kon in verband? 2 maanden en 10 seconden. I lost all hope in this game. Echt, serieus, ik weet niet wat ik hiermee op moet zeggen, jongens. Echt, ik bedoel... de serie gaan we doormaken. Mensen vinden het leuk. En als mensen het leuk vinden, dan gaan we ervoor. Alleen is YouTube niet meer echt een vriendelijk platform, helaas voor velen. Dus daarom ben ik heel eerlijk om tegen jullie te zeggen van... ja, YouTube zit bij mij op een best wel lage prioriteit. Dus tot video's wat later komen, kan vaker voor gaan komen. Hou daar alsjeblieft rekening mee, want ja... er zit wel werk in en mijn beste grapjes en alles komen eigenlijk meer in de livestreams naar voren. Dus...
Misschien moet ik dit gewoon een keertje, weet je wel, gewoon als een livestream gewoon opnemen. En dan gewoon tot we één hele sector krijgen, dat we dit gewoon als livestream in gaan zetten. Waarom ook niet? Kan leuk zijn. Chat er even bij. Weet je wel, een beetje gezelligheid erin gooien. Een of andere maan achter de tralies. Laat me even weten, weet je wel. Deze opnamesessie doen we gewoon zomaar. Misschien dat we het een keertje gewoon live gaan opnemen. Lijkt me wel leuk om eigenlijk te doen. Dus laat me even weten wat jullie ervan vinden in de reacties, weet je wel. Gewoon dit via een livestream. We zullen dan natuurlijk nog wel de backtrack momenten eigenlijk een beetje uitknippen. Ik heb helemaal niet met die eerste snol gepraat, hè, van wat nou eigenlijk hier de bedoeling is. Oeps. Was het belangrijk? Past niet, toch? Chat? Hallo. Ik vind het belangrijk genoeg om met jullie te praten, maar ik heet deze gigantische luchtbel wel in. Die luizenbaas kun je naar boven. Wie zegt dat ik naar boven wil? Goh, Cappy, kun je hier gewoon ademhalen? Wat is dit voor een... Wat is dit voor hekserij? Jee. Die glazen best kun je naar boven. Het enigste nadeel van wat ik van waterlevels gewoon vind, is gewoon van tot het allemaal zo langzaam gaat. Hallo. Ik moet nog één zo'n 20% maan vinden, weet je wel. Je vindt gewoon een maan met een uitroepteken. De uitroepteken, dat is het laatste wat we nog moeten vinden. Hallo. Weet je wat, ik ga die muntje pakken. Gewoon omdat het kan. Het probleem is, ik heb gewoon niet echt veel om over te vertellen. Ik bedoel, serieus, Mario Odyssey, op het moment dat het uitkwam, ja, ik had het gekocht en ik dacht bij mijn eigen van... Ja, je speelt het, weet je wat, dat je gewoon een beetje lui op de bank ligt en dan gewoon dingen verzamelt. Het enige nadeel is... Ja, daar hebben we een shoot. Wat leuk. Het enige nadeel is, het voelt zo onrewarding in verband met, ja, waarom verzamel je het eigenlijk? Weet je wel, heeft het een reden? Want nu bijvoorbeeld, we hoeven nog maar 4 maanden te vinden, je kunt door naar het volgende level. En er zijn er gewoon 999 van die dingen. Dat je zijnloos kunt kopen op een bepaald punt. Waar zit dat laatste steenkomaantje? Daar, recht voor mijn neus. Wat leuk. Ja, voor jullie wordt het gefast forward, maar voor mij ondertussen. Vreselijk dit. TV, kun je alsjeblieft ophouden met dit af te kraken? Nee. Jullie bouwen hier een let's play van. Dan krijg je er een let's play van. Met volledig mijn mening. En mijn mening is inderdaad niet al te positief. Want ik serieus. Ik bedoel, op het moment dat de Switch uitkwam. Hear me out. Nee, dat willen we niet. Doen we toch. Op het moment dat de Switch uitkwam. Laten we eerlijk wezen. De Switch die kwam uit en alles was open game. Alles. Echt letterlijk alles. Laten we eerlijk wezen. Nieuwe Zelda game. Open game. Mario. Open world. Alles is open world. Ja, je hebt nog steeds verschillende werelden, maar het is zo groot en open als het maar zijn kan. En het voelt gewoon leeg aan. Je hebt geen directie. Je hebt gewoon van, je gaat ergens naartoe en succes ermee. Muzieknootjes. Weet je nog een Mario? Galaxy. Uh-oh. Hij gaat niet terug! Nee, ik moet het overnieuw doen. Stom spel. Zo. Dat was eigenlijk een maan met effort, terwijl dat we net gewoon 2 maanden hadden, weet je wel, met 0,0 effort. Muzika langs de rotwand. Yay. Mario in een polkadot zwembroek, wat leuk. Ja, plat zijn gaat me heel goed af, want dat brengt me weer terug naar de retro game. Even, wat wel, bijvoorbeeld, het is een soort van open wereld, weet je wel? En die vind ik weer wel geweldig. We zaten namelijk te kijken van, wat kunnen we nog meer doen voor de retro game streams, weet je wel? En ja, het worden geen complete, want sommige games die zijn best wel groot. We hebben toen Paper Mario hebben gedaan. Oké, er zijn ook heel veel plas met Paper Mario in de 1000 keer door. Maar wel zeg maar tot het weer echt een... Ja, je moet ergens naartoe. Je kunt daar verschillende manieren kun je daar sterker in worden. En het heeft echt een doel, weet je wel. Van, je moet iets doen. Voordat je naar het volgende toe gaat. En niet van, oh, je loopt random rond. En je krijgt random wat je nodig hebt. En that's about it. Nee, je hebt echt van, je moet dingen doen. En I like that. En nou ben ik hier ondertussen allemaal random manen aan het verzamelen. Terwijl ik eigenlijk dus met... waar zit die uitroepteken, mafkees? Daar. Heb je nog een uitroepteken? Goed zo. Ik ben jou helemaal... Ik heb je gewoon genegeerd. Wat denken ze wel? De konijnen vrienden van dat monster kwamen hier ongevraagd binnenstormen met dat shit. En vervolgens hebben ze de pareljurk gehad. De mooiste jurk in het hele rij. Kan het misschien nog erger? Ja, ik weet niet. Ik begin gewoon spontaan Ariel te zingen op het moment dat ik zo'n
Vissie, ik kan er niks aan doen. Sorry. Spijt me, denk ik. Goed, nou. Maar in ieder geval, we hadden het erover, weet je wel, Pikmin. Pikmin. Ook een soort van... Ja, het is een soort van open world, weet je wel. Waarin dat je dus in de wereld verschillende dingen gaat verzamelen. Maar dat heb je nodig voor survival. Ik bedoel, het is niet random, want hier, je springt hier, je krijgt een maan. Dus. En bij de andere moet je echt muzieknoten. Ik heb er al vaker over geklaagd, maar ik klaag er gewoon nog een keer over in verband met... Het stoort mij, het irriteert mij. En misschien heeft het ook te maken met dat ik een oude Farfetch aan het worden ben, weet je wel. Die als een oude Farfetch gaat beginnen met... Get off my lawn, you stupid kids! Het probleem is echter wel, kan ik daar naartoe? Nou ja, er zit hier een secret to everybody. Gelukkig heb ik mijn jump nog. Poink. Net zoals wat ik in de vorige aflevering had gezegd met de paarse muntjes, weet je wel. Dat ze zo heel gemeen en heel sneaky je die paarse muntjes eigenlijk een beetje afpakken, weet je wel. Van, ik zeg het heel vaak, weet je wel. Dat ze die op een edge van een map neerzetten waar dat je eigenlijk helemaal geen ene drol aan hebt. Dat je echt zoiets hebt van, maar waarom moet ik daar naartoe? Oké, kan ik dit halen met mijn jump? Waarschijnlijk niet. Bijna. Close enough. Moet ik weer echt heel dat stuk door. ik ga gewoon waar ik dat zo moet. Echt, serieus. Ik moet weer... Wacht even, er zit hier aan de zijkant. Blokjes. Jee. Zo blij dat ik dit niet over het hoofd heb gezien. Zo blij dat het me opgevallen was. Ik ben een klager. Ik ben een klager. Ik kan niks aan doen. De oude games. Jee, ik ben een bakvis. Trouwens jongens, is het jullie niet opgevallen dat we gewoon een gigantische maan die hier gewoon recht voor onze neus ligt, dat we die gewoon hebben overgeslagen? Weet wel, de kaas. Ik dacht dat je gewoon die maan automatisch kreeg. Keer je weg, oké. Okay. We hebben nog steeds lucht nodig, of ja, we hebben nog steeds adem nodig, weet je wel. Of iets van zuurstof, maar als vis kunnen we de zuurstof uit het water halen. In verband met dat is nogal een ding wat een cheap kan doen, just saying. Hallo, zit hier nog een secret to everybody? Of zit hier alleen maar één ster? Plots. Hi. Zo, ik heb al heel lang de doodstem niet meer gedaan. Here we go. Zwemmen met de rugzak valt niet mee. Het is me gelukt om hier te komen, maar vraag niet hoe. Waarom niet? Omdat je aan het cheaten bent, hè? Of niet? Nee, ik heb wel mooi deze maan gevonden. Ik denk dat ik hem aan jou geef. Ik heb echt al heel lang de doodstem niet meer gedaan. Ja, we gaan zwemmen, telkens. Gelukkig zat hier ook een gigantische vissenkom, weet je wel. Net zoals Sandy Dark Souls. I don't know. Maar goed, laten we nou eens heel eventjes naar die afkomen. Ja, hierboven is een geweldige troonzaal. Het is beeldig, het is prachtig, het is geweldig. Het enige nadeel is... Want hier zat de pareljurk! Ja, hier ging die jurk. Wat leuk. In deze troonzaal hangt normaal gesproken de fabelachtige mooie pareljurk. En de lomperikbuizer is ermee aan de haal gegaan. Het kroonjuweel van ons rijk. Och. Maar we moeten dus hier nou naar boven toe om verder naar boven te komen. Dat was eigenlijk onze main goal. En aangezien dat ik deze video niet een uur lang door wil rekken als we dit idee dus neergezet als livestream. Natuurlijk ga ik de livestream dan ook wel in parts neerzetten. Maar, nogmaals, laat me weten wat jullie daarvan vinden. Lijkt me hartstikke leuk om te doen, gewoon met de live audience, weet je wel. Van, hey, kijk Mario Odyssey, ja, kijk, we gaan livestreamen, wat leuk! Tenminste, dat kan heel erg leuk gaan worden. Dan hebben we namelijk altijd weer onderwerpen waar we het over gaan hebben en noem maar op. Want het moeilijke is ook van, ja, kijk, oké, laten we het hier over het water, laten we hier over de level design hebben. Het is een waterlevel, overduidelijk. Ik bedoel, Die Die Dogs had meer sfeer dan dat. Oké, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, serieus, met al die sparkles en de opbouw en noem het maar op. Maar ik bedoel, alles is één kleur. Waarom moet alles blauw zijn, weet je wel? Er is een beetje meer variatie in. Waarom niet? Au. Just saying. Even kijken, daar zijn we geweest. Dat is onze checkpoint. Kunnen we dat halen?
Als we het zo doen, doe ik wel naar die paarse muntjes. En daarboven zit ook nog een dinges. Weet je wat, we doen gewoon die extra dinges. Ik hou van de dinges. Geef me de dinges. Kijk, klassiek platformen, daar hou ik van. Challenges, obstakels, touch fuzzy, get dizzy. Dingen die absoluut niet nodig zijn. Slide. Oké, volgens mij staat hier een secret to everybody. Paarse muntjes. Kijk, dat vind ik ook zoiets. Oké, ja, nee, sorry, ik weet het. Dit zijn mijn favoriete dingen van dit spel, maar... Waarom ga je paarse muntjes in zo'n separate ding plaatsen? Weet je wel van, ja, het is een secret. Voor de completionist is het gewoon echt... Je weet dat je dan gewoon een guide moet vinden. En begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, echt serieus. Vroeger hadden we guides ook nodig. Kijk maar naar de Legend of Zelda 2. Daar hadden we ook een guide voor nodig. Van je moest het maar weten. Maar nu is het zo groot. En nu is er zo erg veel dat je moet exploren. Maak het een beetje... Nou ja, oké. Dus dat was me best wel overtuigend. Oing. Touch fuzzy gets dizzy. Ook al is dit geen Yoshi, maar... nog steeds. Touch fuzzy gets dizzy. Oh, dit gaat best wel snel. Nee, geen tijd om alle muntjes te pakken. Maar de completion is dit mij. Nee, geen tijd om alle muntjes te pakken. En als we nou wachten, gaat het weer naar beneden volgens mij. Ja. En dan willen we er weer aan hangen. Nou ja, eigenlijk opklimmen. Dan gaat het weer omhoog. Dan krijg je hier een secret to everybody. Ja, secret to everybody. En daar zit onze hidden maan. Je hebt een maan. Cursus hoogtevrees voor gevorderden. Hoezo zou je hier cursus hoogtevrees... Ik bedoel, ik serieus. Had je hem dan niet nog boven daarop kunnen plaatsen of zo voor een cursus hoogtevrees? Ik bedoel, op het moment dat je hier binnenkomt zie je niks anders dan wolk. Dus hoezo weet je dat je hoog bent of niet? Ik ben echt in een klaagpijn. Ik weet niet waarom. Als eerste aflevering na bijna 2 maanden of waarschijnlijk 2 maanden. Ik weet het nog niet eens meer. En ik zit alleen maar te klagen over dit. Maar terecht. Nee, laat maar. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Wat maakt Mario Odyssey nou zo aantrekkelijk eigenlijk voor jullie? Laat me heel erg weten. En dat zijn van die vragen die ik dus dolgraag... Ik heb die al gedaan. Dolgraag in een chat zou willen vragen, weet je wel. Dan krijg je dus allemaal van die opmerkingen. Dan kun je daarop interacten. Dat lijkt me leuk om dit te doen in een livestream. Laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, het is een open world. Dus met een open world... is het wel fijn om eigenlijk een beetje een audience te hebben... om onderwerpen te kunnen verzamelen. Maar goed, boss time. Dat is altijd leuk. Ik had jullie speciale stemmen gegeven. Ik ben helemaal vergeten. Oh, jij bent de Luigi. Ja, ik ken jou niet de Luigi. Ik zit jou eigenlijk nog een beetje in een Ja, ik denk dat ik het al weet. Te laat. We hebben de pareljurk al. Hij past perfect bij de baas Bowser's zijn pak. Dus nee, we gaan hem niet teruggeven. Hallo. Hij doet zijn leuke dans. Wat een leuke dans doe je. Volgens mij moet je zijn muts gewoon terugslaan. Auw. Volgens mij moet je gewoon zijn muts gelijk geraakt. Weet je wel. Kijk zo. En dan moet je erop springen. Dan krijg je de bloemetjes. En hij zit echt zo van... waar is hij nou? Waar is hij nou? Ik zie hem niet. Ik zie hem niet. Hoppakee. Oké, wat is jouw speciale move? Ik ga nu gewoon springen omdat ik dat kan. Bouncy, bouncy, bounce. En dan gaat hij weer met zijn pet gooien waarschijnlijk. Hij mee pet gooien. Doe het. Oh, een spin warp. Wat interessant. Maar die raakt niet zo snel. Oké, dan doen we het zo wel. Yay! Ik vind het zo grappig dat als je op het moment dat je op zo'n moment springt, dat hij echt zo is van... Hé, waar is je jou gebleven? Ik snap het niet. En hoe zou dit mij damage doen? Mooi, 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 mooi. Boy. Oké, welke kant ga je nou gooien? Exact dezelfde. Oké. Stevie, het is een spel voor kinderen. Mario 3 was ook een spel voor kinderen, maar ik serieus. Die was awesome. Triple man. Yay! Brood als boven het meer. Is dat nou eigenlijk alles wat deze chapter nou te bieden had? Want ja, we hebben de manen al en...
Granted, laten we eerlijk wezen. Je had hier maar 8 maanden nodig of zo om verder te mogen gaan. Maak me zorgen snel achter de 2 prinsessen aan. Of wat? Ik heb... Oh ja. Ik maak me zorgen snel achter de 2 prinsessen aan. Ik weet dat ik een soort van Stitch-achtige stem voor Cappy had. Jee. In ieder geval, die 2 mafketels die zijn er. En ja, we hebben dus inderdaad de wereld al gedaan. En ik denk dat ik het daar ook bij ga laten. Dus nogmaals jongens, laat het eventjes in de reacties weten. Zouden jullie dit graag op een livestream willen zien? Dat we daar mooie afleveringen van kunnen knippen. Weet je wat, dat je kunt indirect met je zegt. Lijkt me zo leuk, maar we doen dat. Laat me eventjes jullie daar, geef me daar een beetje feedback over. En in de volgende aflevering gaan we de resterende manen van het Merenrijk ophalen. Waarom ook niet? En nogmaals, 19 en 20 november, Dutch Comic Con in Utrecht. Zal ik aanwezig zijn bij de stand van René Cards. En wil je even hoi komen zeggen of klagen over dat mijn uploadschema waardeloos is? Kom even gezellig langs en... Serieus, kom je echt klagen? Nee, toch zeker? Nee, toch zeker? Bedankt voor het kijken, jongens. Ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. En nogmaals, excuses dat het zo lang duurt. Ik vind het aan de ene kant best wel erg, maar aan de andere kant... Ja, renovaties zijn een pijn in de neus. Tot de volgende aflevering, jongens. En geloof me, dit is een opnamesessie, dus de volgende aflevering zou snel weer komen. En om altijd 12 uur. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!